Maar we kunnen pas beginnen als we eerst op de gong hebben geslagen. En daarom wil ik Gijs naar voren vragen. Dat heeft Gijs fantastisch goed gedaan. En wanneer de gong klinkt, maken we een kruisje op bladzijde 3. De kinderen weten nog allemaal hoe het moet. En als u het niet weet, kijkt u maar goed naar de kinderen. Want we bidden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaan we nog één keertje proberen. Kijk maar goed als je het een beetje vergeten bent. Dus hoofd, buik, overkant dichtbij. Dus Vader, Zoon, Heilige Geest. Amen. Goed gedaan. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met jullie allen. En met uw geest. Nu wil ik graag Loes naar voren vragen voor een openingswoordje. Kom maar, Loes. Inderdaad, iedereen maakt wel eens foutjes, groot of klein. En daarom zeggen we eerst samen sorry om goed verder te kunnen. Op bladzijde 5 onderaan. Ik zal het voorbidden, jullie mogen het nabidden. Dus lees maar goed mee. Heer, we zeggen sorry voor al onze fouten, ontferm u over ons. Christus, u houdt van alle kinderen, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Heer, wij willen u straks goed ontvangen, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. We zullen nu het openingsgebedje bidden bovenaan bladzijde 6. Laat ons bidden. Lieve Vader, in de Jezus is de goede herder.
gaan nu luisteren naar wat hij ons te zeggen heeft. En ik wil jullie uitnodigen, jullie allemaal, om te gaan staan om te luisteren naar de blijde boodschap. Het zal steeds een stukje voorbidden, dat jullie het aanbidden. Kijk maar goed mee op bladzijde 7. Alleluia, 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 alleluia. Brood uit de hemel gaf hij hun het brood van engelen. Alleluia, alleluia. De Heer zij met jullie en met uw geest. Uit het heilig evangelie volgens Marcus. Lof zij u, Christus. De leerlingen van Jezus vroegen hem: waar wilt u dat wij alles voorbereiden om samen Pasen te kunnen vieren? Toen zond Jezus twee van zijn leerlingen op stap met een opdracht. Ga naar de stad en daar zal je een man tegenkomen die een kruik draagt. Volg hem en zeg tegen de eigenaar van het huis waar hij binnengaat: de meester wil weten waar de zaal is waar hij met zijn leerlingen het paasmaal kan vieren. Hij zal jullie dan een grote bovenzaal laten zien, met zachte banken, van al het nodige voorzien. Dan mag je alles klaarzetten. De leerlingen vertrokken en gingen de stad binnen. Daar vonden ze alles zoals Jezus het hun gezegd had, en ze maakten het paasmaal klaar. Toen nam Jezus het brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: neemt, want dit is mijn lichaam. Daarna nam hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte hij zijn leerlingen die toe en ze dronken alle daaruit. En Jezus sprak tot hen: dit is mijn bloed van het verbond, dat vergoten wordt voor velen. Het is maar wat ik jullie zeg, ik zal niet meer drinken van wat de druiven voortbrengen, tot op de dag waarop ik het nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. Nadat ze een liedje gezongen hadden, gingen ze naar Olijfberg. Woord van de Heer, wij danken God. Jullie kunnen gerust gaan zitten. Weet jullie nog waar die lezing over ging? Wie heeft er goed mee gelezen? Kan ik het even kort samenvatten voor iedereen? Het ging over Jezus, heel goed, maar Jezus is ook een soort meester uit een soort klas. Dus, en wat heeft de meester in zijn klas? Leerlingen. Hij heeft leerlingen inderdaad. En, ik denk dat jullie ook van je juf of je meester wel eens een opdracht krijgt. Krijgen jullie wel eens een opdracht, iets om te doen? Ja. Dat denk ik ook, hè. En Jezus gaf zijn leerlingen opdracht. Wat moesten ze gaan doen? Ze moesten naar de stad en moesten ze zichzelf klaar maken voor de paasmaal. Heel goed, dat heb je goed onthouden. Ze gingen naar Jeruzalem, ben ik ook een keer geweest. Het ligt hier heel ver vandaan in Israël. Dat is ook de hoofdstad van Israël, van het Heilige Land. En dan moesten ze inderdaad naar toe. En wat zo bijzonder is, ze hadden eigenlijk helemaal geen zaaltje gereserveerd. Ik denk dat sommigen van jullie straks een feestje hebben. Maar hij zond zijn leerlingen uit en hij zei van: als je de juiste plek vindt, zal je het gewoon weten. En inderdaad, er was een mooie zaal klaargemaakt. Maar wat is een paasmaal voor iets? Weten jullie nog dat we hier samen paas hebben gevierd? Dat hebben we toen in de kerk gedaan. Dat doen we normaal nooit. Denk maar aan die grote kaas. Hebben we hiervoor een grote korf gemaakt. En wat hadden we in die grote korf? Vuur. We hebben vuur gemaakt. We hebben vuurtje gestookt in de kerk. Dat is niet zo vaak. Maar we Pasen wel, want de Joden vierden Pasen omdat ze heel lang geleden waren ze slaven geweest in Egypte. Weet jullie wat slaven zijn?
Zij kunnen niet liever nemen dan wat andere mensen doen. Wie weet dat een slaaf is? Ja, slechte dingen doen om geld te verdienen, dat lijkt er wel een beetje op. Dan maak je iemand tot een gevangene en dan zijn ze niet meer vrij. En dan moeten ze voor jou gaan werken zonder betaald te worden. En dan mag je alles met ze doen wat je wilt. Dat is dus helemaal geen mooie manier om met mensen om te gaan. En toen zijn ze gevlucht. En ze werden geholpen door God. En ze zijn helemaal door de woestijn gevlucht naar een nieuw land, naar het heiligland. En ze waren zo ontzettend blij dat ze vrij waren. Zouden jullie ook blij zijn als je van zo'n slechte plek zou kunnen vluchten? Jij wel, hè? Ja. En wat doe je als je blij bent, ook bij je familie? Wat ga je dan doen als je blij bent? Feesten. Ga je feesten. En ieder jaar vieren de Joden nog steeds het Pesachfeest. Dat is een paasfeest. En dan eten ze een lekkere maaltijd samen. En dat deed Jezus ook met zijn leerlingen. Maar Jezus deed het helemaal anders als normaal. Wat heeft Jezus toen met zijn leerlingen gedaan? Dus het was niet een volledige maaltijd, gaan we straks ook niet doen. Ze zijn niet 3 of 4 gangen. Maar hoe gaan we het wel doen? Hoe gaan wij vandaag vieren dat Jezus ons vrij maakt en blij en gelukkig? We maken ook een foto, dat is ook een manier om een feestje te vieren, dat kan je nooit meer vergeten. Maar we hebben hier achter een mooie tafel, wie weet hoe die tafel nog heet? Een altaar, heel goed. En wat gaan we op die altaar zetten zo meteen? 2 belangrijke dingen. Nou, heel veel hosties, maar is wel goed. Wijn en brood. Maar, daar gaan we nog iets heel speciaals over doen. Dat laten we niet zomaar liggen. Wat ga ik straks met alle brood en wijn doen? Uitdelen. Uitdelen, maar eerst moet ik iets belangrijks doen. Anders blijft het gewoon brood en gewoon wijn. Aan deze kant het. Wat doe ik met dat brood en wijn? Kan ik dat een beetje herinneren? Nou, je bent al best vaak in de kerk geweest. Wat doe ik met die brood en wijn straks? Ik heb het al heel vaak gezien. Omhoog steken. Je steekt het omhoog. En? Doe nog iets erover. Ja, je breekt het, je maakt het kapot. Maar in de kerk doen we altijd iets heel speciaals. Bidden. Ik hoor het hier rechts al. Bidden. Precies, bidden. En bidden is spreken met God. En dan vragen we dat God over de brood en wijn komt. En dan wordt het heel speciaal. Want wie ontvangen we dan met de communie? En dit is een belangrijke vraag, maar als je dat niet weet, mag je officieel je communie niet doen. Dus dit is dé belangrijke vraag. Wie ontvangen we straks met die hostie? Jezus, jullie hebben goed opgeleid, gelukkig. Nou, en dan ontvangen we Jezus in onze harten. En dat betekent dat we op een hele speciale manier één groot familie worden, één groot gezin. We worden allemaal bij elkaar verdelen in zijn lichaam. We ontvangen allemaal een hostie. En dat betekent dat we ook gaan leven zoals Jezus heeft geleefd. En wat vraagt Jezus van ons? Wat vindt Jezus belangrijk? Wil Jezus dat we ruzie maken? Om te in vrede leven. Eigenlijk kun je dat heel kort samenvatten. We hebben eigenlijk maar 1 regeltje in de kerk. 1 echte regel. We
hebben wel andere afspraken, maar er is maar één echte regel. Wat is die regel? Lief zijn tegen elkaar. Inderdaad, hij vraagt of we van elkaar houden. Willen jullie van elkaar houden en van alle mensen? Goed zijn voor de mensen? Willen jullie dat? Want door dat te doen word je een christen. Je wordt een leerling van Jezus. Jezus wordt een beetje jouw meester. Dan zeg je, ik wil net zoals Jezus leven. Ik wil mensen helpen om in vrede met elkaar te leven. Zonder oorlog. Voor zorgen dat mensen elkaar lief hebben, dat we dingen eerlijk verdelen. En ik wil zelf een goede voorbeeld geven. Denken jullie dat dat gaat lukken? Nou, ik denk als je de communie ontvangt, met een beetje hulp van Jezus, dat het hartstikke goed gaat lukken. En jullie hebben super goed opgelet. Hartstikke goed gedaan, jongens. En gaan we nu zo meteen over naar onze voorbeden. De voorbeden, dat is weer bidden, dat is weer spreken met God, vragen wat we belangrijk vinden. Goed gedaan. Maar, voordat we aan de voorbeden beginnen, zullen we eerst ons doopbelofte vernieuwen. Jullie zien hier een doopvond. Wie is hier allemaal gedoopt? Ik denk de meeste wel. Kijk, nou, jullie papa's en mama's hebben toen beloofd om het geloof en ook hoop en liefde aan jullie door te geven. Maar nu mogen jullie dat zelf beloven. Jullie zijn nu groot genoeg om zelf te zeggen wat je toen als baby niet kon zeggen. En daarom gaan we met z'n allen staan. Op bladzijde 9 een stukje voorbidden. En dan mogen jullie steeds antwoorden met ik geloof. Gaan we lekker staan. Bladzijde 9. Geloven jullie in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde? Ik geloof. Geloven jullie in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die jullie vandaag in de eerste communie gaan ontvangen, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is in de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof. Geloven jullie in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven? Ik geloof. Nu wil ik eerst een aantal meisjes naar voren vragen. Sanne, Aukje, Constance, Demi, Guusje, Inge en Jente. Die mogen hier achter aan een mooie rij vormen. Hier achteraan gaan we iets meer naar links. Goed, dat is de eerste ploeg. Wie wil ik? Sam, Thijs, Brent, Geert, Jens en Goes en Joram vragen om voor de meisjes ook een mooie rij te maken. Ga maar lekker voor de meisjes staan in een mooie rij. Ga ik een kaarsje aanmaken en we zullen steeds eerst voor iets bidden. En dan mag de jongen die vooraan staat het kaarsje aansteken. Dan geef je het aan je buurman door. Dus goed vasthouden, wachten totdat we hebben gebeden. Steek het kaarsje aan en geef hem dan mooi door aan je buurman. En dan gaan we beginnen met Sanne. Lieve God, wij vragen u, luister naar al onze vragen en wil goed naar ons luisteren met alle dingen die we belangrijk vinden. Voor alle kinderen, groot en klein, laat ons bidden. Bidden we samen, Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Eerste kaarsje brandt en dan wil ik Aukje naar voren vragen voor de tweede voorbeden. Voor een mooie eerste communie
Heer onze God, wij bidden u verhoor. En dan wil ik constant haar voorvragen om het volgende voorbeden te bidden. Alle opa's en oma's, laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. En dan wil ik Demi naar voren vragen voor gebedje nummer 4. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Kijk, er branden al 4 kaarsjes. En dan mag Krishna naar voren komen voor nog een voorbeden. Voor iedereen in onze familie, laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Goed gedaan, Ine. Mag Jente naar voren komen? Ons allerlaatste kaarsje. Voor iedereen die er niet bij kon zijn, laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Als het goed is, hebben jullie het weesgoedje goed geoefend. Die was ook op jullie placemat. Want we vieren nu ook de meimaand. Dan is Maria ook extra speciaal. Dus we willen onze lieve moeder Maria vragen om met ons mee te bidden. Laat maar alle grote mensen horen hoe het moet. En die mogen ook mee bidden natuurlijk. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. We bidden tot onze liefdevolle Vader, dat hij al onze vragen en gebeden mag verhoren door Christus onze Heer. Amen. We gaan nu het altaar klaarmaken, daar hadden we het straks al over, om samen de mis, de Eucharistie, te vieren. Ondertussen gaan we ook een liedje zingen, Gods groot gezin. Want we worden ook één groot gezin door de communie op bladzijde 11. Zing maar lekker mee. En als je het niet uit je hoofd kent, mag je het fijn meelezen op bladzijde 11. En dan zal er ook een collecte zijn bij voorbaat dank voor uw milde gaven. Thank you.
onderaan bladzijde 11 hebben we een gebedje over de gave. En ik zal voorbidden, jullie mogen antwoorden onderaan bladzijde 11. Bid, geliefde broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van uw naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heer, wij vieren dat wij door uw Zoon zijn vrijgemaakt en vragen u, laat deze gave van brood en wijn tot het sacrament van uw goedheid worden. Breng ons in eenheid samen en versterk in ons de band van de liefde door Christus, onze Heer. Amen. De Heer zij met jullie en met uw geest. Verheft uw hart. Zij met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. Ik zie al een paar kindjes staan, dat is heel goed. Voor de privatie mogen we inderdaad gaan staan. Hebben jullie goed onthouden? Ik zal steeds een stukje voorbidden, maar jullie mogen dan een regeltje nabidden. God, onze Vader, bron van liefde, doet ons goed u dank te zeggen en onze vreugde uit te zingen in verbondenheid met Jezus Christus, uw Zoon. We bidden samen, want gij zijt een God die houdt van mensen. Zozeer hebt gij ons lief gehad, wat gij ons deze wereld hebt gegeven, onmetelijk groot en vol rijkdom en pracht, want gij zijt een God die houdt van mensen. Zozeer hebt gij ons lief gehad dat gij deze kinderen uitnodigt om voor het eerst deel te hebben aan de heilige communie, waarin Jezus zelf bij ons komt. Want gij zijt een God die houdt van mensen. Zozeer hebt gij ons lief gehad dat gij ons en hem blijft samenbrengen als kinderen van één groot gezin. Want gij zijt een God die houdt van mensen. Voor zoveel liefde zeggen wij u dank. En samen met de engelen en de heiligen die staan voor uw troon, aanbidden wij u met deze woorden. We bidden samen, heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. U mag weer even kort gaan zitten. We zullen straks bij de consecratie gaan staan. Gezegend hij die komt, Jezus Christus de Heer, door u gezonden naar deze wereld, de vriend van de armen en de kleine. Hij is gekomen om ons ten voorbeeld te zijn in liefde voor u en voor elkaar. Hij is gekomen om van ons weg te nemen het kwaad dat vriendschap verhindert en de haat die het geluk van de mensen in de weg staat. Hij heeft ons zijn heilige geest beloofd om met ons te zijn van dag tot dag, dat we zouden leven van uw leven. We bidden samen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoge. God, onze Vader, wij bidden u, zend nu uw geest uit over deze gave brood en wijn, als ze voor ons worden het lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer, wat op de avond voor zijn lijden en dood, toen hij maaltijd hield samen met zijn leerlingen, heeft hij een teken gesteld van die oneindige liefde. Mag ik u uitnodigen te gaan staan voor de consecratie? Hij nam het brood in zijn handen, zegende u en dankte u. Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden. Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.
niet om rondgaan met deze woorden. Neem deze beker en drink hier alle uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen, om mij te gedenken. Bidden we samen, hij heeft zich voor ons prijsgegeven, Jezus Christus onze Heer. Jullie mogen nu weer gaan zitten. God onze Vader, bron van liefde, zo gedenken we op deze dag de dood en de verrijzenis van Jezus uw Zoon. De bevrijder van deze wereld heeft zichzelf prijsgegeven, uitgeleverd in onze handen. Ja, hij is ons offer geworden en om ons opnieuw te richten op u. Bidden we samen, hij heeft zich voor ons prijsgegeven, Jezus Christus, onze Heer. Verhoor ons, Heer onze God, en schenk uw geest van liefde aan alle die deelnemen aan deze maaltijd, dat uw kerk in eenheid groeien mag, tezamen met de bisschop van Rome, Paus Franciscus, met onze nieuwe bisschop Gerardus, met zijn hulpbisschop Robertus en alle bisschoppen van de wereld, tezamen met alle die geroepen zijn tot dienst voor heel uw volk op aarde. We bidden samen, wij vormen tezamen één lichaam tot glorie van uw naam. Denk ook aan al uw kinderen. Gijs, Loes, Sanne, Sam, Thijs, Aukje, Rent, Constans, Demi, Geert, Guusje, Inge, Jens, Jente, Michus, Joram en Milan. Die gij vandaag voor de eerste maal samenbrengt aan de tafel van uw Zoon. Die gij laat delen in het brood van eeuwig leven. Laat hen groeien in vriendschap met uw Zoon en in eenheid met heel uw heilige kerk. Want wij vormen tezamen een lichaam tot glorie van uw naam. Vergeet niet onze broeders en zusters die een bijzondere plaats nemen in ons hart. En we maken het even stil om aan al die mensen te denken die er niet bij konden zijn vandaag. En vergeet niet hen die wij tekort doen. Herinner u degenen die gestorven zijn en neem hen vol liefde op in uw woning. Want wij vormen tezamen een lichaam tot glorie van uw naam. Wij vragen u, breng ons bijeen op uw dag tezamen met de maagd Maria, de moeder van uw Zoon, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de heilige Johannes de Doper, patroon van onze mooie kerk hier te Lint en van ons allen die in hem geloven. En laat ons delen in de glorie van uw rijk. Dan zullen alle die in vriendschap verbonden zijn met Jezus Christus onze Heer, u blijven loven en prijzen tot in eeuwigheid. Want wij vormen tezamen in lichaam tot glorie van uw naam. Los ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede onze dagen, dat
dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachten op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid en de eeuwigheid. Amen. Dan wil ik alle dominicantjes vragen om een mooie grote kring om het altaar te maken. Als er andere broertjes en zusjes zijn die naar voren willen komen, dat mag natuurlijk ook. Heer Jezus Christus, gaat u niet apostelijk gezegd, vrede, laat ik u mijn vrede, geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk, vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede dus, Heer, zijn altijd met u en met uw geest. We gaan elkaar nu de vrede toewensen. En ik zal alle jongens en meisjes hier hand geven en de vrede van Christus toewensen. En dan mogen jullie, dus alle kindjes hier, de kerk in gaan. Dan mag je mama en papa en opa en oma en de broertjes en zusjes ook een hand geven en de vrede van Christus toewensen. En ook iedereen in de kerk. Dus wens elkaar de vrede van Christus toe. Zo, dan mogen jullie rustig naar je plekje terugkomen. Zo. We zijn op bladzijde 19 in je boekje. Kijk maar goed naar de bladzijdenummers. Bladzijde 19 gaan we samen het Lam Gods bidden. Lam God dat wegneemt de zonde der wereld. Ontferm u over ons. Lam God dat wegneemt de zonde der wereld, ontferm u over ons. Lam God dat wegneemt de zonde der wereld, geef ons de vrede. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren, zie het Lam God dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
Laat ons bidden. Heer, op deze dag hebt gij uw kinderen Gijs, Lozanne, Sam, Thijs, Aukje, Bren, Constance, Demi, Geertje, Guusje, Inge, Jens, Jente, Migoes, Joram en Milan tot u laten komen. Gij hebt hen voor het eerst gevoed met het lichaam van uw Zoon. Samen met heel de gemeenschap van de geloven hebt gij hen gesterkt door deze heilige communie. Laat het ontvangen van dit sacrament vruchtbaar worden voor ons, uw kerk en voor heel de wereld, door Christus onze Heer. Amen. Dan wil ik bij deze meteen onze communicantjes proficiat wensen. Die hebben het super goed gedaan en ik denk dat ze wel een applausje hebben verdiend. En dan zijn we natuurlijk nog niet klaar, want dan wil ik Milan nog uitnodigen voor een slotwoordje. Milan, kom maar lekker naar voren. Lieve mensen, dank aan iedereen die je mee heeft geholpen. Wij zijn blij dat Jezus nu echt in onze harten woont. Wel thuis en een heel mooi feest voor groot en klein. Dat was netjes. En voordat ik jullie een slotzegen geef, krijgen onze communicantjes nog een cadeautje. Een mooi aandenken aan hun communie. Je krijgt thuis vast ook nog van alles, maar ook van ons krijg je een kleinigheidje om altijd aan je eerste communie in deze mooie moment te kunnen denken. Alle kindjes hebben van ons nu een mooie, kleurrijke rozenkrans gekregen. En voordat we straks naar buiten stromen, gaan de zegen ontvangen. Dan gaan we samen een liedje zingen. Het is een echte mooie doe-liedje.
En ik wil ook meteen even Gijs vragen bij de gong te gaan staan. Gijs, als je hier bij de gong komt staan, naar de zegen sla je heel hard op de gong. We gaan het liedje zingen. En als we klaar zijn met het liedje, lopen we naar buiten. Maar dan moet je niet meteen wegstormen, want we gaan samen een foto maken. Oké? Dus samen een foto en dan mag je lekker feest vieren. Maar nu eerst God zegen, mag ik iedereen uitnodigen om te gaan staan voor God zegen. De Heer zij met jullie en met uw geest. En zegen jullie de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Ga nu alle heen in vrede. We danken God en gij slaat op de grond. Kijk, goed zo.